Dat is Grieks voor goedendag. Hi. Assassin's Creed Odyssey is uit en Assassin's Creed Odyssey brengt ons naar Griekenland en dus de hele Assassin's Creed serie. Mike is onze reviewer van dienst en die heeft de game al urenlang onder de knoppen gehad. En om toch een beetje in die Griekse sferen te blijven, vragen we niet wat is Assassin's Creed Odyssey, maar waarom is Assassin's Creed Odyssey? Waarom is Assassin's Creed Odyssey? Dat is een filosofische vraag. Een hele mooie filosofische vraag, ja. Ik denk dat het echt het idee van een reis is. Oh, oké. Okay. Een odyssee? Een odyssee, zou je kunnen zeggen. Ja. Zou je kunnen zeggen, ja, ja. Volgens sommigen. Ja. Anderen zijn het er niet mee eens. Nee, nou goed, maar dat mag ook ieder zijn eigen ding. Ieder zijn ding, ja? Precies. Nee, maar... Oké. Dus waarom is het de reis natuurlijk? Ja, inderdaad. Het is de reis. We gaan naar Griekenland. Assassin's Creed Odyssey natuurlijk best wel gehypte game over het algemeen. Ze hebben een sabbatical genomen, net voor Origins. Toen kwam vorig jaar natuurlijk Origins. Zijn we lekker naar het Egypte gegaan. En nu zitten we dan in Griekenland. Krijgen we een nieuwe sferen, nieuwe culturen. We kunnen nu met een man en een vrouw spelen. Maar het is natuurlijk wel gewoon die vertrouwde Assassin's Creed formule. En dan vraag ik me toch altijd af, wat vernieuwen ze precies met dit deel ten opzichte van al die andere Assassin's Creed die hiervoor zijn gekomen? Nou, Origins was natuurlijk op zichzelf al een hele vernieuwing ten opzichte van Syndicate en alles daarvoor. Ja, dat heeft die sabbatical denk ik met zich. Dat heeft absoluut die sabbatical met zich gedaan. Ja. Odyssey gaat er een beetje op verder. Je hebt een exploration mode en de schilden gaan eruit. Oké, schilden zijn weg. Dat is best wel een dingetje, toch? Dat is best wel een dingetje. Ja, maakte voor heel veel mensen van de Origins een beetje The Witcher-achtig aanvoelen in de combat. Ook omdat je natuurlijk het had met blokken, rollen, slaan en niet meer dat wat we tot aan Syndicate gehad hebben. Eigenlijk gewoon continu met je zwaard. Ja, precies. 20 man, één voor één vallen ze aan. Ja, precies. Ja, dat. Dus het is nu een beetje anders, maar dan hebben ze die schilden nu weer eruit gehaald. Wat wil dat, zeg maar, heel inhoudelijk voor de combat zeggen? Dat schild, dat je normaal gewoon met de linker, met L1, hou je dat omhoog. En het was feitelijk een autoblok. Ja. En maakt niet uit van welke kant je aanviel. Schild. Automatisch. Denied. En dat schild maakt nu plaats voor abilities. Oké. Dus als je nu de L1 ingedrukt houdt en R1, dat is parry. Dus dan kun je terugslaan zodat je tegenstander achteruit gaat. Met goede timing. Natuurlijk. Met goede timing, uiteraard. Ja. Aan de andere kant, als je L1 en een van de vier besturingsknoppen indrukt, dan kun je een ability doen. Zoals bijvoorbeeld die befaamde Sparta Kick. Oh ja, waaruit die eerste teaser al zichtbaar was. Ja, heel duidelijk. De 300 van This is Sparta. Die, met de trap, inderdaad. Ja, ja, die zit er ook in. En okay, mooi. Jezelf healen kun je aan een van die knoppen assignen. Je kunt het schild van tegenstanders, want tegenstanders hebben wel een schild. Kun je afpakken? Hé, ik wil dit. Nee, niet afpakken, gewoon helemaal de grond instappen. Okay, weg ermee. Mooi. Okay, doe dat. Ja, oké. Dat is ook een heel duidelijk statement richting de schilden van jongens. Het is niet klaar. Ja, precies. Ja. Nee, dus dat. Het schild maakt plaats voor meerdere abilities die ook, toegegeven, ik was fan van het schild. Okay. Maar het is nu wel meer afhankelijk van je eigen skills. Ja, dus wil dat zeggen dat de combat meteen ook iets diepgaander is of gevarieerder? Of is het eigenlijk gewoon, weet je, het zijn vijf verschillende abilities en daar ben je zo op uitgekeken? Of hoe zit dat? Er zijn wel meer dan vijf verschillende abilities. Oké, ja, want ik dacht omdat je dus één trigger hebt en dan vier face buttons, maar die ben je dus zelf gewoon aan het levelen of upgraden of verbeteren of whatever. Ja, het is inderdaad ook het upgraden. Dat zat in Origins ook al en ongetwijfeld, ik heb Syndicate en veel games daarvoor niet gespeeld, maar zal het ongetwijfeld ook tot op zekere hoogte heb ik gezeten. Een beetje een skill tree. Dat hoort inmiddels in elke open wereld actiegame. Maar waar in Origins was unlock je een skill en die is meteen full power, klaar. Je hebt hem. In Odyssey is dat niet zo. Is dat meer Shadow of War-achtig dan? Of dat je dus echt een beetje op die bepaalde skill tree zegt van ik wil dit meer doen of ik wil dat meer doen. Ja, precies. En om terug te komen naar die Sparta Kick, die kun je unlocken. Mm-hmm. En dan doet hij wat damage. Nou, best wel significant damage. Okay. En je vijand vliegt 20 meter terug. Oké, dat is handig voor cliff scenario's natuurlijk. Maar die kun je dan ook weer upgraden, zodat hij meer damage doet. Ah, en nog verder je tegenstander. Ah, oké. Maar dan de lucht ingooit. Dus de combat is wat minder rechtlijnig geworden, heb ik het idee. Omdat je meer gewoon een beetje je eigen soort van hits in de combat kun je gaan versterken. Ja, precies. Ja, oké. Dus de combat is daarmee denk ik toch wel een stapje omhoog gegaan. Ja, al zal natuurlijk het schild, is natuurlijk een smaakkwestie. Dat is absoluut een smaakkwestie. Ja. Maar hoe zit het dan met die setting? Want dan zitten we nou in Griekenland en ik heb toch een beetje het idee dat heel veel mensen van Griekenland zoiets hadden van, het is niet echt mijn ding. Terwijl
Griekenland is zo'n dope land. Het is absoluut heel vet. De cultuur, het eten is fantastisch. Sirtaki is een goede dans. Tzatziki, heerlijk, veel knoflook. Zit niet in de game, sorry. Ja, kom op, een beetje gyros naar binnen werken als een buff was wel een mooi inkomstje geweest. Ja. Maar hoe zit het daarmee? Spelen ze leuk met zeg maar, de lore die ze hebben, de mythologie die ze hebben, de historie en dergelijke? Ja. Want Socrates zit erin, dat is dus een ding. Ja, Socrates zit erin, Herodotus zit erin. Mooi. Die moet eigenlijk al 150 jaar minimaal dood zijn, maar hij zit erin. Ja. Historisch accuraat, dat doet Ubisoft niet echt meer aan. Nee. Maar dat maakt het juist wel leuk, omdat ze juist meer van die hele Griekse geschiedenis, ook van die oudere Griekse geschiedenis, kunnen ze erbij betrekken. Het is een beetje de greatest hits, maar dan ook al is het niet helemaal reëel met precies de tijdsperiode, ze pakken gewoon heel veel toffe dingen uit de Griekse historie. En daar zit ook een Macedonië zit erin. En in dit tijdperk werd dat nog niet echt erkend als Grieks. Oh. Of als barbaars. En dat is ook nog wel zo, alleen het zit er wel in. Okay. En dat is ook wel iets waar je heel over te spreken bent. Okay. Heel Griekenland zit in de game. Oké, maar dat is dan niet, zeg maar, denk heel erg real time of real size. Maar dat is meer een beetje net zoals een beetje Forza Horizon het ook doet met een land, zeg maar, soort van compact maken. Of weet je, zoals de Crew 2 het ook deed met het hele Amerika, een soort van in één open precies wereld frotten. Het moet inderdaad geen walking simulator of in dit geval een sailing simulator zijn. Want, nee, oké. Yeah. Je schip speelt wel een grote rol, maar om dan constant van hot naar her te moeten varen. En plus fast travel zal ongetwijfeld ook wel weer aanwezig zijn. Uiteraard, gelukkig. Ja, als je zoiets hebt van, de Griekse countryside, ik laat het even achterwege, ik wil gewoon vechten, dan kan dat natuurlijk ook. Ja. Maar hoe zit het dan met het verhaal? Want dit verhaal, Ubisoft is over de jaren heen Assassin's Creed wel iets meer fantasy-achtig aan het maken. Ja. Tenminste, dat is ik als relatief buitenstaander heb daar het idee van oké, het was dus eerst nog een soort van de illusie van nou, het zit allemaal echt gevestigd in de bestaande wereld. Maar langzaam maar zeker zijn ze best wel met, weet je wel, the ones that came before en zo. Ze zijn heel erg een soort van mythische kant op gegaan. Dan zou ik denken dat dat juist heel mooi weer aan bod komt in Odyssey. Die natuurlijk heel veel met die mythologische stuff doet. Ik zag in de screenshots en trailers en dergelijke al bijvoorbeeld een Medusa en zo. Doen ze daar een beetje leuke dingen mee met de setting die ze hebben en al die mythologische soort van geschiedenis van Griekenland? De mythologie, nou, het valt mee. Je hebt dus inderdaad wel uitstapjes naar een Medusa. Maar zit het orakel erin? Het orakel zit er absoluut in. Yes! Alleen dat speelt een grote rol in het verhaal, dus daar ga ik verder niet over uitweiden. Oké, geen spoilers. Reviews zijn altijd spoilervrij bij ons. Maar dan, je kunt er wel een waardeoordeel aan op gooien. Pakken ze dat leuk op qua setting en qua verhaal en wat ze er allemaal mee kunnen doen? Weet je, zijn de sidequests die je wil zien, zijn die er? Ja, het verhaal is wel, het hoofdverhaal is heel erg tof. Oké. Okay. En ja, de sidequests, ja, die zijn altijd wisselend van kwaliteit. Daar kun je ook niet, want het zijn er enorm veel. Ja. Maar het is wel heel erg, inderdaad, het speelt goed in op de setting. Ja, oké. Okay. Maar we zitten dan in dat Griekenland, het is een open wereld. Ubisoft is een beetje heer en meester van het open wereld genre geworden. Ja, of in ieder geval, ja, ze maken er heel erg veel. Of ze goed zijn, dat is natuurlijk meer een smaakkwestie. Ben ik wel benieuwd naar jouw smaak. Is dit een fijne open wereld? Want je zegt er zijn heel veel sidequests. Is het een beetje een leuke wereld om gewoon in te gaan en wat dingen te ontdekken? Of voelt het af en toe een beetje aan als een open wereld om de open wereld? Ja, toch een klein beetje dat laatste wel. Yeah. Want Ubisoft kondigt nou dan die exploration mode aan. Ja. Van, hè, luister naar wat mensen tegen je zeggen. Baseer daarop van, oké, ik moet ongeveer daarheen en ga op verkenning uit. Ja, klinkt een beetje als een soort van insteek van, oh, je moet de wereld zelf gaan ontdekken. Juist. Ja. Uiteindelijk, je hebt een quest, die wordt toch iemand gegeven. Je stelt twee verdere vragen. Okay. Dan heb je drie hints op je scherm. Opent een map. Oh. Er zijn maximaal drie vraagtikketjes. Welke van de drie zou het zijn? Okay, ja. En op basis van die hints kun je meestal wel zeggen, die is het. Oké, maar dat is dan niet echt exploration. Dat is meer dat is inderdaad. En het kan deze keer iets langer duren voordat die vraagtekens daadwerkelijk op de map verschijnen. Ja, want okay, dan moet je een bepaald synchronization point unlocken en dan. Ja, oké, maar dat, ook dat is maar weer best wel standaard dat open is wereld stuff. Inderdaad, de Ubisoft als je de plekken wil vinden, moet je eerst naar boven klimmen. Dan kijk je rond en dan zie je ineens precies alles. Dus ja, die viel me wat tegen, okay, want ik had echt verwacht van, oh vet, eindelijk geen questmarkers meer, ja, in mijn die exploration! Ja, want die omgevingen die zien er moeilijk vet uit. Ja, nee, maar dat sowieso. Dat is sowieso. Met Origins was dat al, dat is nu ook weer. Ik bedoel, de game draait volgens mij gewoon 4K, HDR, al die dingen op de... Dat op kan de, ik niet testen, want daar heb ik de apparatuur niet voor. Nee, ja, PlayStation 4 Pro en Xbox One X, het ziet er wel weer echt fantastisch uit. Het ziet er fantastisch uit. En op PC ongetwijfeld ook alweer. Die games draaien eigenlijk altijd ja, best wel precies prima. Maar dat brengt me dan wel een beetje bij het punt aan van de open wereld en hoe het draait. Hoe zit het met, zeg maar, de bugs? Want een open wereld, als die net released en vooral als we hem spelen voor release,
is er nog wel eens een keer iets fout in de code of in de texture packs of in de physics? En ik wil horen, wat ging er fout, wat ging er goed en kan het ermee door? Het kan ermee door allereerst. Oké, dat is een goede om mee af te trappen. Maar, dan weet je al gewoon, Hier komen die anekdotes. Ja. De bugs die je in een open wereld game verwacht, die zijn in mindere mate dan in een Skyrim. Oké, maar dat is dan ook wel de... Dat is wel echt meteen up there. Ja. Maar ze zijn er wel. Ja, okay. Ik had op een gegeven moment een lijk, dat had ik vers gemaakt, hè? Vers lijk. Weg. Je ziet alleen zijn mees nog liggen. Oké, die was gewoon door de grond gezakt of zo. Ja. Ik baalde best wel van. Ervan, want er was een captain, dus die had waarschijnlijk dikke loot bij zich. Oké, en dan beginnen al een beetje die kleine frustraties. Wat open world bugs kunnen leuk zijn op zijn tijd. Skyrim zit vol met bugs, je denkt maar het moet wel nog speelbaar zijn en je moet er niet zeg maar door benadeeld worden. Precies, en ik had op een gegeven moment in de main storyline, echt vrij vroeg al, moest ik 5 mensen in een verlaten huis omleggen. Nou, prima. Ik naar dat huis. Prima, klinkt als mijn doorsnee. Ja, one man army. Ja. Dus ik naar dat huis, 3 man omgelegd, komt er in één keer Bounty Hunter. Dat zijn de Philakitai uit Origins, die heten nou Bounty Hunters. Okay. Beetje à la GTA, je bounty wordt steeds hoger. Ja, ze blijven je achtervolgen. En ze blijven je achtervolgen tot je die bounty kwijt bent. Ja. Maar goed, kwam dus een Bounty Hunter aan. Ik dacht, shit, dit ga ik niet winnen. Ik moet Tactical Retreat doen. Ja, gewoon vluchten, zeg het maar gewoon, Mike. Dus ik weg, zij achtervolgen. Nou, uiteindelijk, duurde 1 minuut of 5, ik was ze kwijt. Oké. Dus, meditate om de tijd wat te versnellen. Ja. 12 uur later, zijn niet terug in het huis. Oké. Nog eens meditate, nog eens 12 uur later, zijn nog steeds niet terug in het huis. Oké. Ze hebben al 24 uur lang niet gegeten. Ze zijn nog steeds op zoek naar mij. Ja. Oh, wat apart. En uiteindelijk moest ik dus naar de guided mode overschakelen om die guys te vinden. Oké. Want dan krijg je weer een marker van, oh, daar zijn ze. Ja, oké, maar dat is dus een beetje gewoon, dat zijn die open world foutjes waarbij ze, juist omdat ze zoveel willekeurige soort van evenementen willen laten gebeuren, kan het dus zijn dat gewoon doorsnee missies een beetje van het pad raken of zo. Ja, precies. Ja. Alleen, dat kan dus, je zei net van die bugs in Skyrim die dan grappig zijn. Die zitten er in Odyssey niet. Ja. Alleen de frustrerende zitten erin. Oké. Maar goed, dit is dan ook nog voor release. Dus het kan zijn dat ze dit er allemaal netjes uitpatchen. Maar het is, we kunnen het niet ongerept laten. Dat is altijd een beetje een dingetje met zo'n review. We krijgen die codes vroeg en dan wil je toch ook altijd even laten weten wat er nu mis mee is. Ook al weten we niet 100% zeker of dat wel of niet gefixt gaat worden en wanneer. Maar goed, dan heb je in ieder geval een mooie anekdote van Mike die op zoek is naar 2 mannen in Griekenland. En dat klinkt veel fouter dan ik bedoelde. Hoe dan ook, Assassin's Creed Odyssey, een beetje jouw final thoughts. Want het is een grote open wereld, ze doen een heleboel goed. Ze pakken een aantal leuke beats van de Griekse historie op. De combat is dieper geworden. Wat voor final thought wil je hier aankoppelen van is dit een buy of niet en voor wie dan zoal? Als je een game echt voor het verhaal speelt, dan is het absoluut een buy. Alright. Als je echt een diepgaande open wereld à la The Witcher 3 verwacht, kun je misschien beter voor Red Dead Redemption 2 gaan. Of The Witcher 3. Of The Witcher 3 zelf. Dus als je die nog niet hebt opgepakt. Want ja, heel veel sidequests recyclen ook heel veel tekst. En, En ik snap, voice acting is duur. Maar als ik in een half uur tijd 2 keer precies dezelfde regels hoor. Dat is, dat is denk ik ook typisch een ding dat je zegt van het kan ermee door, maar je verwacht van een triple A open wereld tegenwoordig misschien iets meer variatie en iets meer gewoon dat je telkens weer iets nieuws ziet. Ook al is dat natuurlijk heel erg lastig voor game ontwikkelaars. Ja, absoluut. Zeker op zo'n grote schaal als heel Griekenland. Ja, heel Griekenland. Heel Griekenland. Maar in ieder geval wel, je snuift aardig wat Griekse cultuur op tussen Kronos en Athene. Ik wou een A en een B'tje doen, maar ik kon nergens op komen. Ja. Maar goed, voor het verhaal, heel erg tof. Open wereld had niet per se gehoeven. Oké. Nou, dat vind ik wel een mooi soort van uitgangspunt. Denk jij dat hiermee weer Assassin's Creed weer een beetje terug in de running is? Want ze komen dus niet volgend jaar weer met een Assassin's Creed. Maar denk je wel dat ze een beetje die lul, een beetje dat dalletje, dat ze daar een beetje overheen zijn nu? Met Origins en Odyssey erachteraan, wat toch wel gewoon 2 sterke titels zijn. Het zijn 2 sterke titels. Alleen Ubisoft moet wel uitkijken. Dat ze niet weer in dezelfde... Dat ze inderdaad niet in datzelfde patroon vervallen. Oké. Want... Dus daarom is het goed dat er volgend jaar dus schijnbaar, volgens Ubisoft, geen Assassin's Creed komt. Nee, precies. Dat is misschien wel fijn. Dan krijgen we misschien nog een Origins hierna of zo. Juist. Over 2 jaar. Ik hoop erop. Ja.
Hoe dan ook, Assassin's Creed Odyssey. Lees ook vooral de volledige geschreven review van Mike voor nog meer details. Nog meer leuke anekdotes, gekke bugs en allerlei leuke meningen. Maar dit was het in ieder geval voor de video review. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je genoten hebt. Als je nog vragen hebt erover, stel ze gewoon in de comments. Mike en ik zitten er gewoon te kijken. Misschien dat we gewoon met jullie lekker in discussie kunnen. En natuurlijk, gamersnet.nl kun je altijd terecht voor al het laatste nieuws, previews, reviews, trailers, gekke prijsvragen, leuke content. Mike's gezicht. Mijn gezicht. Deze studio te klikken op. Doen. Ik hoop dat mensen al weggeklikt zijn nu. Iets, want het is nu dat moment in de, ja. Het einde van zo'n video review dat het. Ja.